Wie ben jij? Jesse. Wat ben je hier allemaal aan het doen? Ik ga naar Brandweer Sam. Breda Nu. Deze herfstvakantie was Cinekit On Tour op bezoek bij het Chassé Theater. Cinekit is het grootste mediafestival voor kinderen ter wereld. Iedere dag speelden er verschillende films en voorstellingen in het Chassé Theater. Cinekit On Tour zorgde voor leuke workshops en activiteiten, zoals kipjes maken en pannenkoeken eten. Zoals te zien zijn er heel veel kinderen op het moment. Wat is er allemaal te doen deze herfstvakantie bij het Chassé Theater? Nou, we hebben deze herfstvakantie een bomvol programma met allerlei voorstellingen en films voor kinderen voor alle leeftijden. En vanmiddag is er brandweerman Sam. Die staat in onze grote zaal. En we hebben een voorstelling Zwijnenstal. En we hebben heel veel film, heel de dag door. En er zijn installaties en je kan knutselen. Dus er is genoeg te doen. Wie ben jij? Jesse. Wat ben je hier allemaal aan het doen? Ik ga naar brandweer Sam. Ga je naar brandweerman Sam? Ja. En wat gaat brandweerman Sam doen? Hij gaat beer even wegleggen. Heb jij beer in de hand? Ja. Laat zien aan beer dan. En wat kom jij hier doen? Ik kom over het Chassé Theater vloggen. Oké, en jij bent dus een vlogger? Ja, dat klopt. En wat doe je dan allemaal met je vlog? Ik laat zien wat je hier kunnen doen en wat de activiteiten bijvoorbeeld zijn en dat soort dingen. Nou, ik ben Lisa en ik ben hier met Visueel Geweld voor Cinekit. Wat wij hier doen is een workshop en die heet Give It To Me. En het zit hem al een beetje in de naam. We maken hier gifjes, giffies. Wat zijn de reacties van de kinderen die jullie krijgen op de gifjes? Nou, de reacties van de kinderen die zijn super enthousiast. Zodra kinderen zien dat zij in een andere wereld kunnen stappen door middel van een greenscreen en zichzelf dan kunnen zien bewegen, dan slaan ze al helemaal aan. Dan worden ze heel enthousiast van. Sommigen zijn wat verlegen, maar als ze weten wat de bedoeling is, dan hebben ze heel veel plezier. Kun je uitleggen hoe het spelletje werkt? Je bent toch zelf de groene stip en dan moet je... De rode dingetjes die zijn vijanden en oranje is lava. En dan moet je proberen bij het regenbooglichtgevende puntje te komen. Zonder dat je die andere dingen aanraakt. Leuk. En vind je het leuk om hier te zijn? Ja. Ga je zometeen ook nog naar de film toe? Ja. Welke film ga je heen? Kapsalon Romy. En wat komen jullie hier vandaag doen? We gaan daar een filmpje maken bij de... Knutsel. En wat voor filmpje hebben jullie gemaakt? Kijk, Jana was een superheld en ik was een toerist. En waar waren jullie dan? In de woestijn. Sowieso, en wat moesten jullie allemaal doen in de woestijn? We hadden een feest, maar dat feest kon niet doorgaan. Het is allemaal georganiseerd vanuit Cinekit On Tour, heb ik begrepen. Ja, klopt. Het filmdeel is inderdaad georganiseerd door Cinekit On Tour. Zij zijn een filmfestival uit Amsterdam. En zij gaan ook letterlijk on tour, dus het land door. En ze komen dus ook in Breda met films en alles daaromheen. Tot wanneer komen de kinderen nog komen kijken? Tot en met zondag.